Nou, de semi-travel blazertjes en pantalons en wijde pantalons, die hebben ook in een nieuwe kleur cacao binnen. Wel weer heel mooi. Het is een klein beetje donkerder als een camel kleurtje. Cacao, chocolade, daar lijkt het ook wel op. Nou, die blazers, die hebben we van maat 36 tot en met 44. Dat is een semi-travel blazer en dat betekent dat die grotendeels van viscose is met nylon en elastan. En dat zorgt er dan wel voor dat er lekker veel stretch in zit en dat ze mooi blijven en mooi op kleur blijven. Die blazertjes zijn €59,95. Ik heb nu gewoon de M aan. Ik doe heel vaak als ik een topje aan heb of een rok, dan kies ik voor de S, omdat het er dan net wat pittiger uitziet. Twijfel je tussen twee maten, dan moet je sowieso de kleinste maat nemen, want dat zien wij hier in de winkel ook. Het is om ze dicht te dragen, hè, want dan denk je misschien van, ja, maar dan kan hij niet dicht, maar je draagt hem toch niet dicht. Want dicht zijn ze gewoon, ik weet niet of dat maar alle blazers is, als je een oversized blazer hebt, dan is dat wel leuk om hem dicht te dragen. Maar met deze, ja, dan wordt het niet echt mooier van. Dus die laat je toch lekker loshangen. Ik heb nu gewoon mijn eigen maat aan, omdat ik nou een kooltruitje heb. En een kooltruitje is natuurlijk gebreid. En een jasje, dat is wel redelijk glad, maar toch, een breisel voelt anders onder een mouw, vind ik, als bijvoorbeeld een glad blouseje of alleen een topje. Dus met een truitje eronder kies ik wel gewoon voor mijn eigen maat, de M. Maar ik heb in de zomer al die filmpjes bijna altijd de S aangehad. Ze zijn €59,95. Ik heb er hele mooie broeken bij. Die ga ik zo even laten zien, want daar heb ik al foto's en alles van gemaakt. Dus ik ga het niet nog een keer allemaal aandoen. Dit is de pantalon. Dat is een vrij smal model. Die moet je een maatje groter pakken, want die vind ik klein uitvallen. En voor degene die dit setje of die pantalons al in andere kleuren hebben, de ene kleur of de andere kleur kan anders uitvallen. Dus bij deze kleur zeg ik sowieso, pak hem een maat groter. En dat heb ik ook gedaan op de foto's. En dan zit hij nog steeds, ja, dan zit hij bij mij gewoon als een maatje M. Dan hebben we de wijde pantalons. Die gaan van maat 36 tot en met 42. Vind ik heel goed op maat vallen, want daar had ik gewoon de M van aan. Die zat helemaal fijn. En dat is dan ook weer heel erg leuk. Die zijn €59,95. En de blazer is dan ook €59,95. Dan heb ik er een leuk sjaaltje bij. Nou, ik heb er niet zoveel. Ik zal ze proberen om bij te bestellen. Want dit is ook weer een, ja, een beetje chocoladetaupe-achtig bruin wat erin zit met zwart. En dan dat lurex draadje erin. Zie je dat? En de achterkant is dan ook, ja, een soort taupekleurtje met koper. Waardoor het ook weer door die koper heel goed bij die chocoladebruin past. Of bij die cacao kleur. Die sjaals die zijn €19,95 en die kun je eigenlijk zowel binnen als buiten dragen. Het is een beetje een tussenin sjaaltje, zeg maar. Dan hebben we de kooltruitjes weer binnen. Nou, dat is gewoon een hele fijne basic. Vooral onder blazers en vesten, spijkerjasjes, noem het maar op. Ze zitten helemaal aangesloten. Ik vind ze niet heel groot vallen. Ik denk dat ze heel goed passen bij maat 34, 36, 38. 40 kan ook nog, maar het zit wel strak. En nou heb ik een lichte kleur aan en een lichte kleur, ja, hier ziet het al, hè? Dat tekent altijd wel af. Maar heb je daar een hekel aan, pak hem dan gewoon in zwart of donkerblauw of cakey kleur, dan zie je veel minder. Ik heb nou expres een lichte aangedaan, zodat je kan zien hoe het in werkelijkheid is. Hè, met donkere kleur kan ik alles verhullen. Die zijn €34,95 en die heb ik in heel veel kleuren. Ik ga ze meteen even laten zien. Nou, de beige die heb ik aan. En dan is er een cakey kleur, donkergrijs. Oh, dat doe ik heel onhandig. Petrol, wat heel erg mooi is. Donkerblauw. Oudroos. Wolwit. Pink. Zand. Zwart. En een jeansblauwe. €34,95. En dit is weer zo'n fijne viscose mix zonder wol. Heb je grotere maat nodig, dan zou ik kiezen voor dit modelletje. Dat is de Basic Turtle. Vaak zijn mensen ook dat ze juist een kolletje niet zo fijn vinden. Dit kolletje kan je overigens ook nog een keertje extra dubbel slaan, hoor. Dit is met een turtelhalsje. Die vallen wel bij je. Die kun je sowieso tot met maat 42 dragen. En die staan ook op onze website. Basic Turtle trui. Dat is eigenlijk hetzelfde truitje en dan iets wijder. Nou, ik zal het kolletje nog één keer meer dubbel slaan. Dan is het net wat subtieler, zeg maar. Of als je er een hekel aan hebt, dat het heel
heel erg hoog zit, dan kun je even die kool nog een keer extra omslaan. Wat sommige mensen ook doen, dat is misschien ook wel een goeie, die slaan hem naar binnen toe. Tjoep, tjoep. Ik zie dat hier ook maar allemaal in de winkel. Hè? Ga ik even kijken. Dan zit die omslag niet buiten, maar aan de binnenkant. Als je er dan moet, oh, dat zit wel heel netjes. Ja, nou zit hij aan de binnenkant, dan heb je dat randje niet. Ja, leuk. Linda, daar heb ik, die tip heb ik van Linda, van de kapper. Dus dat kan ook. Sla hem dan naar binnen. 34,95. Ik heb hier ook, ik doe toch mijn blazertje weer even aan, hè? Want ja, dan zie je mijn rolletjes niet. Ik verberg altijd alles. Dan heb ik de jeans 7018 erbij aan. Ik vind dat een hele mooie kleur. Die zit ook heel fijn. Zit goede stretch in. Knoopsluiting, maat 36 tot en met 42. Valt goed op maat en er is ruimte genoeg voor een buikje. Heb je op de benen bijvoorbeeld maat 40 en bij de buik maat 42, dan kun je hier gewoon maat 40 van pakken. En dan natuurlijk die nieuwe laarzen, de Highland. En deze hebben we Els genoemd. We hebben hem ook met een hak. Dat is deze. Ook heel fijn, dat is Esther. Esther die heeft een hele rits. Dus dat is, als je een hoge wreef hebt, wel veel makkelijker. En Els die heeft een plattere hak en een halve rits. Heb je een hoge wreef, dan kun je hem niet aan. Want dan kom je er niet in. Heb je altijd moeite met hoge laarzen kopen, dat je kuiten te stevig zijn, zeg maar. Dan passen deze ook echt niet. Want dan hebben we hier, Nicole die heeft al stevige kuiten. Dus die laten we er aanpassen. Ja, die komt dan echt zo'n stuk te kort. En hier verder gewoon normaal maat 42, zeg maar. Dus niet geschikt voor stevige kuiten en niet geschikt voor een hoge wreef, maar ze zitten super. Ik schiet er zo in met dat ritje. De binnenzool kan hier niet uit. Ik denk niet dat er een extra binnenzool in kan. Of het moet zijn dat je een klein zooltje of zo'n half stukje zool hebt, dan gaat dat misschien wel. Maar dat durf ik niet te garanderen. Ik heb het zelf ook nog niet geprobeerd, moet ik zeggen. Ze zijn 59,95, dus eco-leather, dat is heel makkelijk in onderhoud. Loopt heel snel in, je krijgt niet eerst van die pijnlijke voeten. En er zit toch die nerf in. Dus het lijkt net leer. Maar ja, als je zulke laarzen in leer hebt, ja, dan tel maar gerust 200 tot 250 of 280 euro voor zo'n laars. En dan heb ik hem liever voor 59,95, want dan kan ik nog eens wisselen. En je ziet het verschil niet hoor, dat zie je echt niet. Als ik de aan heb, dan denken ze allemaal dat ik laarzen van 200 euro aan heb. Ja, het zijn 59,95. En ze zitten ook nog fijn op nog. Nou, je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.